Hello, buddy, and welcome to a new party vlog. Today is the official start of indoor season here in the Netherlands. And boy, we're off to a good start, because today I am going to the Funky Cat, which is what this vlog will all be about. But I'm also going to Supremacy tonight, so stay tuned for that vlog. I'm very excited for today. So if you don't know the Funky Cat, it is in fact very funky. It's a little bit weird. There's art, there's music, there's a great lineup. It's always so much fun and great vibes. So let's get into the lineup. So the Funky Cat is during the day this time. It starts at 3 and then it's till 11. I might leave a little bit early because I'm going to Supremacy tonight. So I'm sorry if I'm butchering some of these names, but we start with an opening ceremony and then we got Udigo, we got Hatem Presents, Tom Different, Bitface, Stoik with his album showcase. Very excited for that one. Of course, we got Gecko, we got Hatem Presents, Tom Under and DJ Hidden. So of course, I'm going to show you the whole event. Funky Cat might not be the biggest party, but there is always a lot to do. I think this time there's an art gallery. You can always make some art as well. I think there's like a buffet twice this time, like a vegan buffet, which is really cool. So I'm very curious about today and I'm very much looking forward to it. You guys know the drill. If you know Dutch, please turn on your subtitles. And I'll see you guys at the Funky Cat. We zijn op Funky Cat. Ik vind het echt leuk. Ik ben echt heel blij. Het is de eerste keer, hè? Het is voor mij echt de eerste keer, ja. Top. En ik heb het nu al naar mijn zin. We zijn er net 5 minuten. Ja. Oké, jongens, we gaan traditioneel even een club laten maken. En daarna gaan we feesten. Thank you.
door naar Supremacy, dus we moesten de laatste act missen daardoor. We moeten nog een eentje rijden, maar oh, ik vind het wel jammer dat we weg zijn. Ja, net aan het einde werd het zo vet. Het is echt, het was weer zo dik. Ik heb echt weer zo hard genoten. Sowieso die laatste set, fucking chill. Gecko en Dude was ook even onstage, ook altijd fijn. Ja. En wat was die set ervoor? Oh, de Stoic Album Showcase. Ja, oh, die was ook heel fijn. Ja. Heel fijn, heel fijn. Ik vond het ook wel vet dat er gewoon zoveel verschillende genres waren. Ja, en zo verschillende mensen. Ja. Echt genieten. Nou jongens, like en abonneer. En ik zie jullie op Supremacy. Bye. Dag. Een hele overgang. Ja. Oké, bye.